Kennefax naar de zijkant. Veel ruimte voor Hassel. Zo, die valt binnen van die Israëliër. Die... Hassel. En het drietje van die Israëliër. Vitkovic van ver. Zo, die valt even binnen. De drie punten van... Goed gezien van de jonge Belg Koopmans die het afmaakt. Sowieso gaat Aris aan kop als het gaat om rebounds. 33 op 23. Mark punten. Vitkovic. De kunder is van nummer 10, van nummer 12, Jesse Markussen. De kunder is van nummer 8, Dexter Hoop. Stuur van Xavier Kunnefax. En de score van nummer 5.
En heeft Feyenoord basketbal al twee teamfouten in de eerste minuut van deze wedstrijd. Vitkovic over 3 punten. En daar is de eerste score van de wedstrijd. En nu is die Amerikaan, Kenny Fax. Moeilijke bal. Paas komt net, ja. Eigenlijk via het scheenbeen weet hem te controleren, Vitkovic, op aangeven van Kenny Fax. Dan hebben we nog een half kwart te spelen en dan zitten we nu al in de penalty. Vitkovic met de volgende 3 punten. En ook deze zit erin. 3-3 voor Mladen, Vitkovic. Vitkovic. En uiteindelijk is het via een slechte paas op Vitkovic komt hij dan in de handen van Berend over. En dan met een moeilijk schot en die moet ook van achter de basis komen. Die mist dan. Dan is het de break van Apollo. Maar dan keurt Antwijk te vinden, maar dat lukt net niet. Dan is het Van Tongeren die bijna de bal verliest. En nou is het Kenny Fax. En die vindt die jongen. En die legt zijn eerste 2 punten erin met een fout.
Schoorman